Niet alleen op het strand zie je bijzondere dingen, op de feestjes kom je ook onvergetelijke mensen tegen. Well, I don't know any Dutch, but I always wanted to have wooden shoes, you know? Right? Clickety clack, clack, clickety clack, clack, oh, the wooden shoes. Clickety clack, clack, clickety clack, clack, help take away the blues. Right? You sing that song? Well, so this is Dutch television, huh? Hi everybody, I want to go there. So, soon. Okay, great, thank you. Can you hold this for me? Sure. Can you hold this for me? Sure. Excuse me, can you hold this for me? Is that what you wanted? Is that what you wanted, dear? This is from Russia. Russia with love. Good stuff. Hey, how's that shot? Excuse me. Colombia. Somebody cover this guy's eyes. He can't take it. Ook filmsterren vragen aandacht. Brigitte Nielsen staat niet op het strand of op een feestje. De ex-vrouw van Sylvester Stallone is in Cannes om haar nieuwe film The She-Hulk te promoten. Everybody has their way of doing it. You know, if it's gonna bring them luck and success, I think that's fine. I mean, I'm not the one to tell people to. I don't know if I would jam down back and forth on a beach like that. Maybe I would if I was very young. And of Cannes, I think Cannes is beautiful, and I think that the time here that I have is a great opportunity for my film and the project we're doing to get the right amount of exposure and explain to people what we're really doing. Wat denk je van deze mensen die we tegenkwamen op een rap party voor de film Boys in the Hood? De Nederlandse filmwereld vroeg ook om aandacht. Als één grote familie werd een receptie op het strand georganiseerd. Drie jonge acteurs, Manouk van der Meulen, Koen Wouters en Nader van Nie, kwamen polshoofd te nemen op het filmfestival. Nou, we amuseren ons kostelijk. Het is één grote kermis. Ja, was jij hier al eens geweest? Ja, als vakantieganger wel vroeger, maar nooit voor het festival. Ja. Dus ik kijk ook maar zo van, en zou er iemand bekend zijn? Hij is op zoek naar Madonna. Ja, ik wil gaan joggen met Madonna eigenlijk. Maar het zal me niet lukken, vrees. Moet je in een hotel zijn hier heel ver van? Ja, waar al ongeveer 3 verdiepingen zijn afgehuurd, heb ik gehoord. Ja, maakt niet uit. Ben je een fan van Madonna? Ja, wel, een soort van wel. Nee. Nee, een soort van wel. Die heeft een paar... Die heeft een paar dingen gedaan muzikaal die wel strafbaar zijn. Ja. Maar ja, het ging over film. Ja. Heb jij al films gezien? Hè? Nee, geen één. Ik vind het heel moeilijk met allemaal heel veel mensen die er in rijen voor staan en zo. Ik heb geen zin om daar zoveel energie in te steken. En hier inderdaad is één grote film. Allerlei vrouwen die hun blouse uittrekken en zo. En heel veel fotografen eromheen. Dus dat is al heel interessant. En daarvoor ben jij hier ook? Nou, dat pik ik dan mee, laat het zo zeggen. Ja. Maar jij staat zelf niet op het strand? Nee, dat... Maar waarvoor ben je hier dan? Had, zeg maar. Oh ja, je bent hier vaker geweest. Nee, maar dat soort dingen, dat is een beetje passé. Dan zie jij het zitten om op die manier aandacht te vragen? Nou, wat ik heel leuk vond... Nou, dan heeft het niet nodig op die manier. Juist. Dank je, Wouters. Nee, ik vind het nog steeds leuk, merk ik aan mezelf, als je zo loopt op de boulevards en je ziet al die mensen voor de hotels wachten totdat ze één glimp kunnen opvangen van Madonna of wie dan ook. Zelf heb ik Richard Gere ooit gezien hier in Cannes en Valerie Kaprinsky. En ik moet zeggen, ik heb de foto's nog steeds. Ik vind het toch, ja, als je actrice bent of acteur en je bewondert sterren en je bewondert hun kwaliteiten op filmgebied, dan is het gewoon leuk om ze een keer te zien en te ontmoeten. En net zo goed dat Koen heel leuk had gevonden om Madonna even te zien. Ja, ja. Het is gewoon, ja... Je loopt wat, je drinkt wat, je praat wat. Ja. We zijn bijna bij Madonna. Eerst een fragment uit de film In Bed with Madonna. Een documentaire in zwart-wit en kleur over Madonna tijdens haar tournee. Hier stelt ze haar jarige vader aan het publiek voor. Oké, dit is mijn dad.
Well, we're talking here in Cannes. I mean, have you been around? Do you like the festival? Yeah. It's kind of crazy. There's a little bit too many people in town. Hard to drive around. Right. Yeah. I understand there were some problems at the airport when you arrived. Yes, they made us stay in customs for several hours. Wow. Yeah, it was a drag. Yeah. Because at that point, I'd been flying for many hours on an airplane, and I just wanted to go to my hotel and go to bed. So it doesn't mean that when you're a Madonna, you can always go through customs anyway? Well, we usually have to go a special way, because if we go the normal way in the airport, there's too many people that sort of rush you and get in your way and stuff. So we thought it was going to be easier, and generally it is easier when we go, like we go into a small private area and people look through our bags privately instead of being out into the open terminal, and generally it goes very quickly because we don't have to wait in line. But for some reason, two of the bags that we were traveling with, the dogs sniffed something, so they say, and we stayed about an hour and a half while they searched through two bags. Well. So that was a drag. Op 18 juni zie je de rest van het interview in een special. Nu nog een fragment waarin Madonna en haar voormalige vriend Warren Beatty te zien zijn. Nobody talks about this on film? Talks about what? The insanity of doing this all on a documentary. Well, this is a serious matter, your throat, yes? Why should I stop here? But does anyone say it? Who's anyone? Well, anyone that comes into this insane atmosphere. You realize they all feel it when they come into this atmosphere. I mean, when they come into your dressing room, when they come wherever you are, they feel crazy. Now, do they talk about it? No, they accept it. Well, why don't they talk about it? Because. Well, you want to think about that, don't you? No, I don't. Let's get back to me. Okay. Do you want to talk at all off camera? You have nothing to say. She doesn't want to live off camera, much less talk. There's nothing to say off camera. Why would you say something if it's off camera? What point is there of existing? Tot zover Madonna, tot zover Veronica Film en Video voor vanavond. Aanstaande dinsdagavond zijn we er weer om 10:55. Dan onder andere met Robert De Niro, Billy Crystal en nog veel meer. Tot aanstaande dinsdagavond. Wat jij wilt. Bel nu 020-6888. Dan krijg je het super dikke Veronica blad tot 1 januari 1992 voor maar 25 piek. Je bent jong, dus je weet wat je wilt. Veronica. De speelfilm Two Moon Junction is een erotische thriller uit 1988 van Zelman King. En het gaat over een jong meisje dat op het punt staat te trouwen met degene aan wie ze is uitgehuwelijkd. Alles is al geregeld, maar dan wordt de bruid hevig verliefd op een ander. En het einde van deze film is ook het einde van deze Veronica-uitzending. Straks vanaf 6 uur is Veronica via Radio 3 alweer in de lucht. En zaterdag zijn we er op Nederland 3 met de nachtfilm Salvador. Morgen zendt de Tros uit op deze zender. En zij brengen u dan onder andere het laatste deel van Medisch Centrum West en een aflevering van De Leukste Thuis. Ik neem nu afscheid van u en wens u nog een goede nacht en graag tot ziens. Dag. Veronica's donderende dinsdag brengt je onder andere Wise Guy. Vinnie wordt naar New York gestuurd om de maffia aan zakenvoorstel te doen. Iemand die al genoeg zaken heeft gedaan is Karl Lagerfeld. Zijn levensverhaal zie en hoor je in Tycoons. De meimaandfilm is dinsdag High Spirits, een komisch spookverhaal. One more time, my Katie, and give the window a little tap. Huh? Tap
laugh at yourself. No, no, I'm not. Okay, little John. Veronica biedt je actie, spanning, drama en vermaak. Tot dinsdag.